De opening van het nieuwe Atlantis The Royal Hotel in Dubai maakt de tongen los, omdat Beyoncé daar voor het eerst in 5 jaar een solo optreden heeft gegeven. Ze ligt onder vuur omdat ze normaal gesproken haar mond vol heeft over gelijkheid voor iedereen, terwijl in Dubai formeel nog steeds de doodstraf op homoseksualiteit staat. Sylvie Meis was ook een van de gasten bij de opening. Als Irene Milene in Shownieuws bekend dat ze jaloers is op de Society-ster, merkt Ronald Molendijk verbijsterd op: ben je hier jaloers op, really? Ze pompen heel veel geld uit de grond en vervolgens kopen ze gewoon alles wat ze willen hebben. Dat is waar je naar kijkt. Het zou Irene hartstikke speciaal lijken, maar Ronald vindt dat ongekend oppervlakkig. Ik zou er voor geen goud naartoe willen, maar wie weet ben ik de uitzondering. Sylvie en al die andere gasten zijn een stel hypocrieten, vindt Ronald. Dat heeft voor hem vooral te maken met de situatie in Dubai. Ja, met het land, maar ook de manier waarop. Hij vervolgt: het hele jaar hoor ik allemaal artiesten roepen van verschrikkelijk, gayrechten, LHBGTQ-rechten, maar als er gewoon een zak met geld binnenkomt, stappen ze allemaal in het vliegtuig en gaan ze er allemaal gewoon staan en moet dat hotel in de schijnwerpers worden gezet. Ik vind het echt een hele grote gênante show. Ronald kotst op Sylvie en haar society-vrienden. Waarom ik hier gewoon allergische bultjes van krijg. Dit is zo'n ontzettend grote marketingmachine waar je naar zit te kijken. Ik vind het gewoon echt schijten op de samenleving, echt waar. Er is gewoon zo verschrikkelijk veel aan de hand. Hij besluit: als we Hart van Nederland kijken, zien we de hele tijd dat mensen geen boodschappen meer kunnen betalen enzovoorts, enzovoorts, en dit is de andere kant. Ik wil hier gewoon geen deel van uitmaken. Je kunt dan echt wel enigszins denken: wil ik hier deel van uitmaken? Thank you.
We'll be right back.